Hey, ik ga vandaag een 5 minuten look opnemen. En dat heb ik vroeger, way back in time, volgens mij nog op mijn vorige kanaal, Make-up-licious, ook wel eens gedaan. En dan was het echt dat ik een timer zette, of de klok zette, 5 minuten en dan snel aan de gang. En dat red ik nooit trouwens. Dat ga ik niet doen, want dan zie je mij binnen 5 minuten een look maken. Nou, leuk en aardig, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Dus ik ga jullie wel gewoon de uitleg erbij geven. Ik ga het wel sneller proberen te doen, omdat... als ik nu heel rustig de tijd ervoor ga nemen en jullie dat ook gaan doen, red je het niet binnen 5 minuten. En nou, dat is gewoon een look die je kunt maken als je gewoon voor school, voor werk. Of als je er gewoon een keer geen zin in hebt of je hebt verslapen. En je denkt, ja, ik kan nu niet mijn 88 paletten uit de kast halen. Heb ik geen tijd voor of geen zin in. Dan is dit een look dat je er toch verzorgd, mooi uitziet. Maar binnen 5 minuutjes. Dus dat ga ik vandaag doen. Ja. Laten we beginnen. Als jullie nog vragen hebben en dergelijke, kunnen jullie weer gewoon bij de reacties hieronder achterlaten. Oké, nou we beginnen met foundation. BB Cream Foundation. Mijn favoriet, dat wisten jullie waarschijnlijk al wel. Stip ik aan. En de Beauty Blender is alweer bevochtigd en dan gaan we het uitstippelen. Dit... werkt snel. Sneller dan een kwast. En het ziet er mooi uit. Misschien is het met je vingers nog wel iets sneller. Maar ja, ik heb gewoon... sinds ik de Beauty Blender heb... ik zie iets van... nee, dat, ik pak sowieso die blender. Het gaat toch hartstikke snel. Maar het ziet er wel echt een stuk mooier uit. Dan wanneer ik het met mijn vingers doe. Dan wil ik nog wel eens ongelijk verdeeld zijn. En ja, hiermee loop je niet tegen dat probleem aan. Nou... ik vind het heel belangrijk wel foundation om te doen en ook concealer omdat mijn huid heel erg onrustig is. Heb je er geen problemen mee, dan hoeft het natuurlijk niet. Dan kun je ook zeggen, nou ik doe alleen snel wat poeder op of helemaal niets als je echt gezegend bent met een mooie huid. Ik ben jaloers. nou het valt heel erg mee trouwens. Ik zit altijd heel erg op mijn rode huid en zo te zeuren, maar... ik voel me nu best dan daarna achteraf denk ik, oh man, Vera, kom op, sta eens aan. Omdat ik weet dat er meiden zijn die echt acne hebben. Dat van mij stelt, dat stelt helemaal niks voor. Dus, maar omdat het bij mij zo is, weet je, ik sta zo vaak op de foto en op de camera. En dan word je heel erg bewust van dat soort dingen. En dan ja, ga je het uitvergroten, terwijl het hartstikke meevalt. Dat wil ik nog even benadrukken, dat ik echt wel realiseer dat het echt heel erg meevalt. Maar dat het, ja, vooral op de camera, dan zie je alles zo goed. Dus dan moet je... echt wel heel erg, ja, daar ben ik daar gewoon heel erg mee bezig met die pukkeltjes en dergelijke. Nou, ik ben hier dus even de puistjes aan het bedekken en mijn wallen. En als je dit doet, zie je er ook gelijk een stuk frisser uit, wakkerder uit. En dat is natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid als je verslapen hebt. Of gewoon slechte nachtrust hebt gehad en daardoor geen zin hebt om make-up te doen. Gewoon net wat langer in bed wil gaan liggen. Dat je dan met deze snelle stappen toch ja, er wel iets wakkerder uitziet. Dat is altijd wel fijn. En dat doe ik ook even mijn wenkbrauw. De keer even wat concealer onder. Hup. Gewoon snel. Maar dat ziet er dan net weer wat verzorgder uit. Kijk. Klaar. Ja, dan zit de gezichtsmake-up erop. Gaan we nog even de wenkbrauwen doen. Gewoon een beetje bijtekenen. Zodat het er ook net iets beter uitziet. Goed uitkammen. Dan ga ik met de ogen aan de slag. Ik ga als laatst de blush doen. Omdat ik dat altijd fijn vind. Omdat je toch vaak leunt, weet je, als je oogschaduw aanbrengt. En dan gaat de blush weer een beetje af. Ik gebruik dit etuietje van Make-up Store met rijstkwastjes. Nou, een kleiner formaat voor onderweg. Je kunt bijvoorbeeld, ik ken mensen die zich opmaken in de bus of in de trein. Nou, dan is zoiets wel heel erg handig. Pak ik dit oogschaduwkwastje en ik pak mijn MAC, nieuw merk. Mijn MAC Fusion Gold Metal X Cream Shadow. En dit is een hele mooie highlighter. En ik ga verder geen oogschaduw aanbrengen, maar deze gebruik ik gewoon even op het wenkbrauwbod met een oogschaduwkwastje van Make-up Store. En dat licht het net weer even wat op. Breng ik ook zo meteen even aan op de binnenste ooghoeken. Dat opent je ogen, ziet er gelijk frisser uit, wakkerder uit. En dat is wat we willen. Oh, er komt hier nog even een strontje uit mijn oog.
Altijd lekker. Ik ben wel blij. Het regende net echt crazy hard gewoon. En ik ga een filmpje opnemen. En het stopt. Oh ja, voordat je denkt dat ik heel veel highlighter aanbreng, dat valt mee. Maar dit is een soort creamy, poederig. Het is heel apart. En hij pakt niet altijd even goed. Het zit niet altijd even goed op de kwast. Dus dan moet ik nog even wat extra pakken. En je kan prima zo highlighter, als het gewoon vooral ook een beetje, niet echt een streepje, maar een beetje zo mooi naar beneden is geblend. Prima alleen highlighter dragen. Je hoeft niet per se een oogschaduw erbij te doen. Eyeliner ga ik aanbrengen. Ik kan natuurlijk ook oogpotlood. Maar ik ben een groot fan van eyeliner. Kijk, het maakt zo'n verschil. Ik kijk naar mijn ene oog naar mijn andere oog. Het is echt... Ja, het maakt je ogen groter. Ik krijg heel vaak mailtjes van mij. Ja, hoe kan ik mijn ogen groter laten lijken? Dat vind ik altijd wel moeilijk. Omdat geen oog natuurlijk hetzelfde is. Het verschillen allemaal. De een heeft hangende oogleden, de ander niet. De heeft veel arcadeboog of monolids. Wat dan ook. Maar bij mij, dan denk ik, ja, ik ben toch vaak eyeliner. Ik doe toch wel heel erg veel. Dus nou ja, ik kan niet zonder. Ik draag het echt eigenlijk altijd. Zo, eyeliner opgedaan. En dan doen we nu mascara. Dan zijn we alweer bijna klaar. Ik gebruik de L'Oreal Mega Volume Collagen 24 Hours Mascara. Maar wil je het exact weten, alle namen, kleuren, etc. die ik heb gebruikt in dit filmpje, moet je even op mijn site kijken. Dat zet ik daar neer. En ik doe dat alleen op de bovenste wimpers. Omdat dat sneller is. Ik ben altijd best wel veel tijd kwijt aan mascara. En dat is zonde. Dus ik doe het alleen op de bovenste wimpers. En dat kan ook prima. En dan doe ik lip balsam op. Dit is de Body Shop Chocomania Lip Butter. En die ruikt heel lekker naar chocolade. En hij is van de nieuwe Chocomania lijn. Komt eind deze maand uit. En dan maak ik het af met een beetje blush. Ook van de Body Shop. En dit is echt een hele mooie blush. Nummer 2. Het is een gebakken blush, baked blush. Maar die naam staat er verder niet op hoe die heet. Dit is de kleur 02 Coral. En dan pak ik weer de blushkwast van Makeup Store uit het etuietje. En dan haal ik over de twee kleurtjes heen. Aftikken en die breng ik dan op de wangen aan. Maar dingen zoals lipbalsem die ik al heb opgehaald, kan je natuurlijk ook onderweg opdoen. Nou, op de fiets gaat het wel een beetje moeilijk, maar meer als je in de bus zit of in het klaslokaal zelf. Zo, dit was mijn quick and easy 5 minuten look. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ja, of het echt 5 minuten was, weet ik niet. Maar ik, ja, het is zeker haalbaar als je gewoon snel handelt en niet te veel eist. Dus dat je gewoon ook snel gewoon een beetje highlighter op kan doen. Een beetje mascara, klaar. En nou ja, ik heb ook heel veel wimpers, dus dan duurt het gewoon langer om ze allemaal goed te kleuren. Natuurlijk ook een beetje parfum opspuiten. Ik gebruik dit moment Kate Moss Vintage. Neem hem mee in je tas, kan je ook gewoon opspuiten onderweg of wat dan ook. Nou, die kun je er even ook dus een parfumetje bij doen. En nou, dat was het. Nogmaals, ik hoop dat jullie leuk vonden te zien. Ja, ik ben weer even een beetje een frisse start met filmpjes aan het maken. Weer eventjes leuke tutorials opnemen en dergelijke. Dus als je ideeën daarvoor hebt, laat het me weten. Vind ik echt heel erg leuk. Jullie zijn mijn kijkers, dus ik wil filmpjes opnemen die jullie leuk vinden. Dus stuur die requests maar op. Wees er niet bang voor. Je mag me mailen, je mag een reactie achterlaten. Wat dan ook. En ja, ik schrijf het allemaal op. Dus ik vind het alleen maar heel erg leuk. Bedankt voor het kijken en tot donderdag. Doeg!